Helmond met Lorenzen in de spits. En nummer 9 Kaars, de topscorer op het middenveld. Hier is Tim van der Loo, 21 jaar, uit de eigen jeugdopleiding. Kans voor Telstar. De tegenstander dus van Helmond. In de aanval zijn ze hier met Amuzu. Dit is Malahi. Bijna struikelen over de bal. Botels terug bij Malahi. Nou, gaat er nog wat gebeuren? Dat moet haast wel. Want hier is Malahi. Oh, het is een schotje. Een makkie voor Joey Houweling. Telstar in een 5-3-2. Met Edachuri en Gravenberg als spitsen. Veel mogelijkheden creëren ze niet in de beginfase van die wedstrijd. Hier is Schrooien. Opnieuw Amuzu. Richting Kaars weer. Bal wil maar niet weg voor Telstar. Van Vlerken gaat het proberen, Van Vlerken. Via Malahi over. Eerste half uur niet echt heel erg veel gebeurd. Hier dan eindelijk een keertje weer iets van Telstar. Maar dat smoort opnieuw. En dan is hier weer Schrooien. Wellicht dat het lukt via Seedorf. Daar gaat Gravenberg. Die wordt overgeslagen, Seedorf. En dat Jury. Oeh, dat was een gevaarlijk naar de hoek. Maar Wouter van der Steen had het gezien. Amuzu, de Belg. Eigenlijk linksback, maar heel veel mee opkomend. Kaars toch weer een beetje naast Lorenzen in de spits. Helmond heeft het overwicht, maar echt veel kansen? Nee, beide ploegen nog niet. Misschien tweede lijn. Kaars. Martijn Kaars. Kaars! Ja! Die zit er gewoon in voor zijn tiende van het seizoen. Spelend dus vanaf het middenveld. En Kaars wurmt zich overal langs. En vindt de hoek achter Joey Houweling. 1-0 dus voor de nummer 9 in de keukenkampioendivisie. Hier is weer Malahi. Gaat het ook een keer proberen, maar krijgt geen effect aan de bal. De oud-jong FC Utrecht speler. 5 op een rij zijn ze ongeslagen in de keukenkampioendivisie Helmond Sport. En ook nu staat het toch weer aardig voor. Seedorf van der Loo biedt zich weer aan. Snoei vond hem eigenlijk nog te bescheiden. Daar moet hij aan werken. Was de mening over Tim van der Loo. Nou, hij laat zich in deze wedstrijd in ieder geval goed zien. Dit doet hij ook goed, Tim van der Loo. Als hij goed kijkt naar Gravenberg of Edachuri. Oh, hoe kan die er niet in gaan? Beter kon Tim van der Loo het bijna niet doen. Seedorf, Gravenberg. Telstar moet en zal, dat merk je aan alles, die gelijkmaker achter Van der Steen zien te werken. Dat is vervelend balverlies voor Telstar. En dus net ingevallen. Anthony van den Hurk voor de 2-0. Kijk, een duw van Apau. Maar scheidsrechter Luc Timmer wil daar niks van weten. Oei. Nog altijd 1-0 dus. En nog altijd Telstar in deze wedstrijd. Weer appelleren door Van der Hurk. Weer is er niks aan de hand. Daar weer vrij worstelen op het middenveld. Maar dan zijn ze er toch weer uit. Nee, toch niet. Een van de nieuwe mannen. Quinten van der Herik. In het veld gekomen. Net als Tahiri bij Telstar. Hoekschop dan. Oh, wat een redding van der Steen. Dit is dus het probleem van Telstar. Ze creëren van alles. Maar de bal wilde maar niet in. En het is al weken aan de gang. Wat een kans weer. Helmond moet alle zeilen bijzetten. Maar dit schot was redelijk ongevaarlijk. Oi, 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 Telstar. Hadden zeker 2, misschien wel 3 keer moeten scoren. Tahiri is los. En deze gaat er ook niet in.
het is toch niet te geloven? Ja, dit is de situatie precies waar Telstar zich in bevindt. Ze zitten vast. En ze komen maar niet los. En niemand die een beetje helpt. Ja, nu dan. Nee, niet. Ze moeten het zelf doen. Dit seizoen de doelpunten maken. Maar het lukt maar niet. Er is nog tijd natuurlijk. Maar door al dat drukken is er ook ruimte. Paas is goed op Kaars van den Hurk. Kaars naar buiten gedrongen. Kaars, ja, dit is te moeilijk dan. Maar dit is het risico dat Telstar neemt aan het eind van de wedstrijd. Ze verliezen die wedstrijd wel met 1-0. En dus de zesde wedstrijd op rij ongeslagen voor Helmond in de Keukenkampioendivisie.